We vragen elke week aan een bekende Nederlander om zijn of haar visie te geven op de identiteit van Nederland. Vandaag een hele bijzondere gast. Deze dominee spreekt iedereen aan. Als je een atheïst of gelovig bent, je luistert graag naar hem. En daarom zijn we zo blij dat hij hier is. U ziet de identiteit van Nederland door de ogen van niemand minder dan dominee Gremdaad. De identiteit van Nederland. Kent u die uitdrukking? De identiteit van Nederland. Wat is het kenmerk van de Nederlander? Is het de verongelijkheid van de Nederlander? De argwaan of de handelsgeest? Als jij wat voor mij doet, dan doe ik wat voor jou, die geest. Als wij de Hedwiegepolder onder water gaan zetten, dan moeten jullie Belgen de Vira-trein naar Breda en Den Haag laten rijden. En als de Belgen niet op onze chantage ingaan, nou, dan stopt de hoge snelheidstrein gewoon bij de grens tussen Nederland en België. De handelsgeest van de Nederlander. Maar ook een basis ontevredenheid. U kent dat wel. Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen waarschuwde Geert Wilders, als je op de VVD stemt, dan krijg je de Partij van de Arbeid er gratis bij. En Emiel Roemer waarschuwde, als je op de Partij van de Arbeid stemt, dan krijg je de VVD er gratis bij. En toen de mensen moesten kiezen en ze in het kieshokje stonden, dachten ze, oh, je krijgt er iets gratis bij. Hup, Partij van de Arbeid, hup, VVD. De waarschuwing kwam over als aanbeveling. En nu hebben we het kabinet Partij van de Arbeid, VVD. En meteen begint ook weer het gestook. Maar dat willen we toch helemaal niet. En Rutte die breekt de verkiezingsbelofte, dat kent toch niet. In plaats dat we blij zijn dat de rust in de politiek is teruggekeerd, dat de demagogen, ik denk hierbij aan Geert Wilders, dat die demagogen een toontje lager moeten gaan zingen. In plaats dat we blij zijn dat we een volwassen kabinet hebben, gaan we weer klagen. Hoort dat, dames en heren, aanwezigen en kijkers thuis, hoort dat bij het Nederlandse karakter? Klagen. Het begint weer koud te worden. Heb jij het ook weer koud? Vond jij die Oekraïense meisje dat het Kindersongfestival won? Vond je dat ook zo eng, opgemaakt, gedrocht? Ja, ik heb helemaal geen zin om eerste kerstdag bij mijn schoonouders te gaan eten. En ik vind die mama-porno van tegenwoordig helemaal niet meer zo leuk als vroeger. Ik vind de televisie de laatste tijd ook niks aan. En dat schaatscommentaar vanmiddag bij de schaatswedstrijden. Wanneer houdt die lul nou eens zijn bek dicht? Je hoort niet eens meer het geroezemoes van het stadion. Dames en heren, terwijl de gemiddelde Nederlander het aan niks ontbreekt, zuurt het gewoon een gat in de ozonlaag. Laten we daar toch mee stoppen en de komende tijd juichend de toekomst tegemoet treden. Ik heb zin in je schoonmoeder. Ik denk aan mama porno. Ik heb zin in dit kabinet. Ik heb zin in rust en evenwicht. Ik heb zin in Nederland en de Nederlanders. Terwijl ik ook enorm veel hou van de buitenlanders. Ik heb zo'n zin in een multiculturele toekomst. Dames en heren, als we zo gaan denken, dan komen we er. Ik wens u een hele enthousiaste, positieve voortzetting en een aangenaam etensnaam met spekjes.